Ik dank u. Collega Claes. Wat nu gebeurt in landen als Tunesië en Egypte is van een zeer grote betekenis. Het volk komt in opstand tegen dictatoriale despoten en dat is een goede zaak. De grote vraag is natuurlijk wat er in de plaats komt. Want er bestaat zoiets als de paradox van de democratisering in de islamitische wereld. Waarbij meer democratie leidt tot meer islamisme vaak, wat dan op zijn beurt leidt tot minder democratie. Natuurlijk moeten we vanuit Europa steun geven aan het democratische proces. Alleen moet die steun terechtkomen bij echte democratische krachten. Het mag nooit de bedoeling zijn dat een organisatie als het Moslimbroederschap met steun van de EU een theocratische dictatuur zou kunnen vestigen in Egypte. Want dan krijgen we in de hele regio situaties zoals we die nu kennen in Iran. Laten we dus voorzichtig zijn in de keuze van onze partners. Tot voor een paar weken trouwens was Ben Ali en zijn partij nog lid van de Socialistische Internationale. Nu de wind gekeerd is, wordt hij plots eruit gegooid. Welnu, collega's, wees voorzichtig in de toekomst. Wees voorzichtig in de keuze van partners en spreid niet het bedje van de islamisten. Dank u. Mrs. Sinclair, did you raise a blue card? Is that what you did? No. Okay. Collega Puttering, voorzitter, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, collega's. Ons antwoord op de gebeurtenissen in de Arabische